Vandaag ben ik hier met de update van Teampak Panel en Teampak Panel Plus, waarbij je achtbanen en attracties kunt gaan bedienen, je kunt bekijken wanneer achtbanen open zijn in jouw Minecraft server met behulp van een website. En vandaag ben ik hier met de update. Hey. Hallo. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games! En vandaag ben ik hier met een nieuwe tutorial. Vandaag ben ik hier met de update van Team Panel en Team Panel Plus. Jawel, ik denk ongeveer een klein maandje geleden is dit paneel weer geüpdate naar een volledige nieuwe versie. En dat ga ik jullie vandaag gaan laten zien. Veel mensen hebben het mij gevraagd, inclusief de developers hebben het mij gevraagd, omdat alles is aangepast. Nou, de website zelf niet, maar het hele installeren van dit paneel. Jens! Welk paneel bedoel je? Als jullie al mijn video's hebben gemist, dan raad ik ze zeker alvast aan via de linkjes hieronder in de beschrijving. Want met behulp van dit paneel, wel betalend, maar niet zo heel veel, kan je eigenlijk jouw acht banen bedienen vanuit een website. Ik ga jullie vandaag gaan laten zien vanaf stap 0. Dus vanaf het hele begin. Zodat je eigenlijk alles kunt meevolgen tot aan het einde dat het paneel klaar is. Het paneel zelf ga ik niet gaan uitleggen. Daarvoor heb ik andere video's die al online staan. En die je kunt bekijken met de linkjes hieronder in de beschrijving. Maar wat voor paneel bedoel ik nu? Eigenlijk bedoel ik dit paneel. En jawel, dit is een van mijn oude video's. Eigenlijk kan je deze nog volgen op de installatie na. Installatie na. Maar de uitleg van het paneel zelf kan je wel nog volgen. Ik probeer met de tijdnot, tijdsnot, no, 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 tijdsnotatie Het hieronder bij, de, bij te zetten. Maar het is eigenlijk een paneel waar je acht manen kunt zien als ze open of dicht zijn. Je kan shows bekijken. En bij de Plus. Versie. Als je namelijk een betaalde versie hebt of de meer, de, het grootste pakket hebt, kan je achtbanen bedienen vanuit de website. Dat ga ik jullie vandaag gaan laten zien, hoe dat je dit nieuwe paneel volledig kunt installeren. Hoe zorgen we er nu zelf voor dat dit paneel fatsoenlijk gaat werken bij ons? Daarom ja, moet je deze tutorial volgen. Hetgeen wat je als eerste nodig hebt is hun basisplugin. Deze is volledig gratis, dit is namelijk de Teampark plugin. Eerste linkje onder in de beschrijving. En dat is een volledig gratis statusmenu. En van onder ga je ook mijn video te zien krijgen waar ik alle uitleg heb gedaan van deze plugin. Fantastische plugin, die moet je downloaden. Kan je spelen van versie 1.8 tot 1.15. Dus deze plugin haal je af. Ik zelf ga vandaag trouwens gaan spelen in versie 1.15.1. Ik raad je aan om Essentials X af te gaan halen. Dat is de nieuwste Essentials. Dus die kan je ook down link downloaden. Linkje staat hieronder in de beschrijving. Dit heb je nodig om fault te laten werken. Want je hebt ook fout nodig voor een bepaald deel van deze, van deze tutorial te kunnen volgen. Dus het is ook weer een gratis plugin: allemaal afhalen. En eventueel. Kan je traincars ook in één keer afhalen als we toch bezig zijn, kan je ook weer spelen tot versie 1.15.2. Dus download deze ook eventjes vlug. Plaats die allemaal in je plugins folder. En zo dadelijk gaan we deze pas gaan opstarten. Ik ga vandaag de uitleg gaan doen voor het basispaneel en het, en het grootste pakket. Namelijk dat je ook acht banen kunt gaan bedienen. Um, wat is het verschil? Je hebt dus de gratis steampark plugin, is dus alleen maar. In-game. Dat is alleen maar in Minecraft het hele menu. Zodat je achtbanen kunt openen en sluiten. En dat je ook naar tele kunt teleporteren. Je hebt nog een, een extra plugin, dat is uh, Team Park plus volgens mij de plugin, dan niet het paneel, maar de plugin. Dat laat je toe en dat heb ik ook een video over gemaakt. Dat is deze. Dat laat je toe om een controlepaneel te gaan maken waarbij je techniekers kunt waarschuwen van dit is kapot, lampen kunt bedienen met behulp van bordjes, poortjes kunt gaan openen, zodat ze maar in één richting kunnen wandelen. Dat kan je met die plugin. En dan heb je twee panelen en daarvoor gaan we eventjes naar hun website, SB Development. Op de website SB Development kun je naar de pagina te Plugins gaan. Nu, bij de plugins ga je al de, hun verschillende plugins zien. We hebben Action Photo, daar heb ik ooit al een video over gedaan, maar deze is, is al geupdate geweest. En omdat het nu Pasen is, is er korting. Jawel, gelukkig Pasen, ben ik glad vergeten. Iedereen een heel fijn Pasen. Tot en met, uh, ik denk dinsdag, ik weet het niet meer, heel, heel, heel juist, hebben jullie korting op deze pakketten. Dus ik raad jullie zeker en vast aan om eventueel deze te gaan kopen. Maar. Heel kort, we hebben dus de Teampark Plus Basic. De Teampark Plus Extended. En deze ride-add-on is nog niet volledig werkend. Pas binnen twee weken vanaf deze video. Komt ook wel een video over. Het Teampark Plus basic is het basispaneel. Dat is deze video. Dat is alleen maar dat je de shows kunt zien. Je kan ook uh, je kan achtbanen zien als ze open of dicht zijn en een show uh, ticket kopen. Dat is het. Als je het duurste pakket neemt, namelijk deze voor 620 echt geen geld, kan je acht banen bedienen. Bedienen vanuit dit platform. Dus je kiest oftewel de Basic of de Extended en die moet je dan gaan kopen. En eenmaal als je deze hebt gekocht, kunnen we van fatsoenlijk gaan beginnen. Oké, okay, ik ga eerst mijn uitleg gaan doen over het basispaneel en dan vervolgens over het Extended paneel. Nu, heel eenvoudig, als je op je account komt en je hebt deze gekocht, dan ga je een hele waslijst te zien krijgen. Nu, ik heb alle plugins, um, dat komt omdat ik dankzij de developer alle gratis heb gekregen voor deze tutorials te doen. Extreem hard bedankt aan SP Development voor mij al de plugins te geven, inclusief Actionfoto de hele route met de erachter. Dus, extreem hard bedankt. Maar, we gaan dus te goed gaan kijken welke plugins we allemaal nog extra nodig hebben, buiten de andere plugins die we daar juist hebben afgehaald we hebben de eerste TeamPark connector nodig. Dat is eigenlijk letterlijk de connectie tussen de plugin van hun en dan ook natuurlijk de connectie met het paneel. Dus die gaan we afhalen al. TeamPark connector. Dat is de eerste die we al nodig hebben. We klikken op behouden. Die laten we eventjes aan de kant staan voor zo dadelijk te gaan, mee te gaan slepen in ons bestandje. Dan moeten we ook natuurlijk het paneel gaan afhalen. En we hebben hier de TeamPark panel SSH zip en de Teampack Panel non-SSH-zip. Nu, ik ga ze eventjes allebei gaan afhalen, omdat ik jullie voor ze allebei uitleg ga geven. De andere bestanden die hier staan, dat zijn namelijk SQL-files, dat zijn deze twee, de Teampack Plus plugin, als je die extra hebt bijgekocht, en als je de Plus panel hebt, dan heb je de Teampack Panel Plus hier staan, dat is het pluspaneel. Daar komen wij straks pas bij. Dus eigenlijk... Je ziet dat wij verschillende, twee, twee verschillende bestandjes hebben. Teamparkpanel SSH en non-SSH. Wat betekent dit? Hoe weet ik nu te groei welk bestand ik moet gaan nemen als ik nu die SSH of die non-SSH heb? Ja, daarvoor moet je eigenlijk gaan kijken bij jouw hosting. Dat hangt echt van iedere hosting af. Dat kan ik moeilijk zeggen. Mijn eigen hosting bijvoorbeeld, wan.com uh, zit ik bij. Geen sponsor, dat is van mijn website. Die ondersteunt SSH. Je moet dat maar aan het navragen. De meeste basispakketten hebben dit niet, zoals ik heb dat niet. Ik moet naar een groter pakket gaan voordat ik het wel heb, maar dat kan je nog altijd voor. Maar wat is nu SSH? SSH is een secure shell. En eigenlijk als wij shell gaan opstarten op onze gewone computer. Dat is zoiets als dit. Dat is, dit is Windows Shell. Dit is ongeveer hetzelfde als de commando prompt of de opdracht prompt, Maar dan met andere commando's. En hier kan je veel meer mee doen. Nu... Sommige hostings hebben dit niet, sommige hostings hebben dit wel. En dat betekent eigenlijk dat je vanuit jouw eigen computer commando's kunt gaan uitvoeren naar de hosting toe. Met SSH. Je moet het gaan navragen. Uh, nu op zich, als je echt niet weet dat je, dat je SSH hebt, kan je, kan je doorzappen naar het, naar het andere deel met non-SSH. Want dat, dat kan je altijd volgen. Dat kan je, ook al heb je SSH, kan je dat nog altijd volgen. Dus. Geen paniek, je kan deze tutorial gewoon volgen. Maar je moet eventjes gaan nakijken als je SSH hebt, dus zo'n shell, als je daar toegang tot hebt. Ja of nee, vraag dat eventjes na op namelijk jouw hosting. Geen paniek, ik leg ze allebei uit, ook al heb je het niet. En eigenlijk voor de mensen die de teampakpanel Panel Plus hebben, kunnen we ook eigenlijk eventjes deze al afhalen. Klik daar gewoon op, zodat je de teampakpanel Panel Plus ook al hebt. Dan kunnen we straks daar makkelijker mee verder gaan. Maar... Ja, laten we nu eens een keertje gaan beginnen met het installeren van het portaal zelf. Wat hebben we hier allemaal voor nodig? Dat staat eigenlijk fantastisch goed uitgelegd in hun setup file. Maar ik heb te horen gekregen van de developer dat heel veel mensen het moeilijk vinden omdat het allemaal in het Engels staat. Ik heb het voor jullie volledig vernederlandst en volledig uitgelegd. Of ja, ik ga het volledig gaan uitleggen. Dus laten we direct in vliegen. Wat hebben we allemaal nodig om dit werken te krijgen? Ten eerste een database. Een MySQL databank. De meeste hosting's geven jou gratis een databank. Mijn eigen website of mijn eigen hosting heeft dat ook. Die geeft een gratis databank. Of planet Nooit? Kan je altijd naartoe gaan. Onze hoofdsponsor op dit YouTube kanaal, Planet Note, heeft ook support namelijk voor websites. Dus daar kan je ook naartoe. Dus dat is nummer 1. Nummer 2, een mailserver. Want je moet mails kunnen verzenden. De meeste housings geven jou zelfs 100 verschillende mails gratis. One.com, geen sponsor nogmaals, doet dat ook. Deze geven automatisch een mailserver. Extreem handig. En we hebben dan ook minimaal PHP versie 7.2 nodig. Standaard staat het al hoger. Um, op mijn computer zelf. Ik ga vandaag niet op een hosting werken, maar ik ga alles op mijn lokale hosting doen, op mijn lokale computer. Dus het gaat een klein beetje anders zijn, maar ik probeer alles zo goed mogelijk uit te leggen. En ja, je hebt natuurlijk alle extra plugins nodig die ik daar straks heb laten zien. Ik zei dat we met de paneel gingen beginnen. We gaan eerst eventjes toch met de plugins moeten gaan beginnen. We gaan dus naar onze plugins folder. We gaan naar onze server plugins en je plaatst de teampark, teampark connector, essentials met x, shed en spawn. Uh, shed en spawn hoeft specifiek niet, maar de essentials x gewoon heel belangrijk. Twine cards en vault. Deze plaats je er allemaal in en dan start je je server namelijk op. Um, ja, Ik heb nog een outdate build, ik weet het, ik speel op 1.15.1 niet op 1.15.2. Dus je laat het eventjes opstarten en dan gaan de mapjes aangemaakt worden. Oké, okay, kijk eens aan, de server is klaar, hij is volledig ingeladen. Nu, hetgeen wat we moeten doen bij onze pluginsfolder is eerst hier connectie gaan maken met de databank. En dat moeten we voor zowel Teampark als Teampark Connector gaan doen. Nu, Jens, ik ken mijn connectie niet. Heel eenvoudig, ik ben eventjes op mijn eigen website gekomen bij WAN.COM. Nogmaals, geen sponsor. Maar hier zie je dus dat ik bij mijn databank ben gekomen. Standaard krijg je er sowieso één. En bij mij zie je dus host, alles hebben jullie wel weg zijn gehaald. Je ziet dat, ja, hier staat mijn naam dan, mijn database. Dus de host moet je hebben, de database-naam, de gebruiker en het wachtwoord wat je ooit zelf hebt ingesteld. Die dingen heb je allemaal nodig van jouw hosting en die kunnen we dan gaan gebruiken. Dit moeten we dan gaan invullen bij onze, dit moeten we dan gaan invullen bij de plugins. We gaan naar TeamPark en vervolgens klikken we hier op settings.aml. Dit gaat dit bestandje gaan openen met alle instellingen en hier zie je MySQL. MySQL heel eenvoudig enabled true. Je, je host is jouw hostnaam. Ik doe alles lokaal, dus ik laat het ook op dat staan. De database is de naam van de database. Ik ga dat eventjes gaan kopiëren vanuit het programma dat ik gebruik. Dat is het, hey, die SQL, dat is een extern programma wat mij veel makkelijker maakt. De gebruikersnaam is die gebruikersnaam die je daar straks hebt gezien. Bij mij heeft dat een hele andere naam. Bij mij is dat deze naam. En vervolgens het wachtwoord is bij mij 123456. Dat gaat bij jullie een heel ander wachtwoord zijn. Bij mij is dat zo. Dat is het opslaan en dan kan je dicht doen. Dit is trouwens geopend met Notepad. Dit moeten we ook gaan doen voor de TeamPak Connector. We gaan naar TeamPak Connector en we klikken hier ook weer op Settings. Ik heb heel eventjes voor de veiligheid de licentie weggehaald. Want ik wil niet dat jullie mijn licentie gaan pikken van deze plugin, want anders kunnen jullie deze gewoon gratis gebruiken. Maar het kan zijn dat je een fout krijgt in jouw, uh, in jouw uh, ja, console, met dat hier staat: license is incorrect. En dan schakelt hij de plugin uit, kan je het paneel niet gebruiken. Dus let goed op: je licentie kan je vinden onder jouw account. En daar bij jouw betaling kan je je licentie vinden van jouw account. Hier net hetzelfde bij MySQL, zet deze op toe, je hostnaam zet je daar, database is, ik ben het weer glad vergeten wat mijn database naam was, oh, hoe kan ik dat zo snel vergeten, goed, goed bezig Jens. <laughs> database, username, ik ken het niet van buiten, daar nemen we de username van, en het wachtwoord ken ik wel, 123456. Ook weer opslaan en vervolgens kan je dit sluiten. Wat je eventueel kunt doen, is jouw server stoppen en deze terug starten. Ik ga gewoon eventjes een harde reload doen, raad ik jou niet aan, maar dat kan je eventueel doen en dan is dit herlaat en je ziet het: licentie is klaar. Dus als dat license is correct staat, dan is dat allemaal in orde. Dit is nu al geregeld. En dan kunnen we nu overgaan naar het portaal en uh, er is nog een dingetje. Voor de mensen die de, die de extended hebben gekocht, het grootste pakket, die gaan nog een extra dingetje moeten gaan doen. Eigenlijk het bestand dat we daar juist hebben gesloten, de settings bij Tienpa Connector, kan je terug openen. Voor de mensen die het extended pakket hebben, moeten hier bij Socket dit aanzetten. Die moeten hier 2 zetten. URL blijft daar vanaf. En het paneel, dat is de link naar jouw paneel. Nu, deze link is eigenlijk. Een klein beetje aangepast. Um, ja, de link moet je sowieso aanpassen. En wat is, dat de, wat is die link? De link is eigenlijk ja, net dezelfde als bij mijn website. Ik zal het even vroeg laten zien. Mijn eigen website is tebelzijngames.be. Dat is die link. Vanaf daar, daar gaat mijn paneel op gaan staan. Dus ik ga heel eventjes mijn eigen link gaan kopiëren. Ik doe alles nogmaals localhost. Dus bij mij gaat dat een hele andere link zijn ten opzichte van jullie. Maar dat moet je hier namelijk gaan zetten. Dus bij mij is dat http en dan staat hier localhost dbg teampark. Dus dat is hetgeen wat bij mij erop komt te staan. En het ID moet je aanpassen. Let er goed mee op dat je het ID aanpast. Je kan het teampak laten staan. Oorspronkelijk staat er iets anders. Ik heb het naar teampak, denk, denk ik, gezet. Maar ik noem het bijvoorbeeld tbg-team. Dit hebben we op het allerlaatste nodig. En dit is ook maar alleen voor als je echt... Uh, voor als je het extended paneel hebt. Dus het duurdere paneel. Straks op het heel einde moeten we nog een keertje komen voor deze link. Maar dan kom ik op het heel einde pas aan. Dit slaan we dan op. En dat kunnen we dan gaan afsluiten en opnieuw gaan herladen van de show. Oké. Okay. Dat zijn alle plugins. Laten we nu eens een keertje van Zoenlijk gaan beginnen aan het paneel. Ja, je moet vrij veel voorbereiding doen voordat we aan het paneel kunnen komen, maar we zijn aangekomen. Ik ga eerst beginnen met de uitleg van SSH. Als je dus zo'n shell hebt, heb je dit niet? Kijk dan hieronder eventjes in de reacties of hieronder in de beschrijving. Daar heb ik de tijdscode of de tijdsnotatie gezet. Voor de mensen zonder SSH, voor degenen die aan het twijfelen zijn, ga ook daar naartoe, want die uitleg kan iedereen volgen. Dus dit is alleen de uitleg die ik eventjes ga doen voor de mensen met SSH. Voor de mensen die op een housing zitten met SSH, daarvoor heb je een extern programma nodig. En dat programma is Putty. zoals je hier op mijn scherm kunt zien. De website ziet er heel gek uit. Dit is de website, puty.org. en daar kun je namelijk Puty gaan downloaden. Ik zelf ga het niet laten zien. Um, Hetgeen wat je hierbij moet doen, is eigenlijk op jouw hosting gaan vragen naar de, het uh, wachtwoorden van SSH. Je gebruikersnaam, jouw wachtwoord, wat je eigenlijk allemaal nodig hebt om aan te melden. Daar moet je je op aanmelden, en... Ja, dat is het eigenlijk. Dan heb je eigenlijk een verbinding. Heb je direct een verbinding. En dan krijg je ik denk dat je zoiets als dit gaat krijgen, dan kan je commandos gaan uitvoeren. Dus dan moet je gaan downloaden en je op gaan aanmelden. Als je dat hebt gedaan, dan moeten we eigenlijk met de webhosting zelf gaan connecteren. En wat bedoel ik? Als ik bijvoorbeeld hier naar mijn eigen website ga. Hier heb ik bijvoorbeeld een hele file manager. Hier staan al mijn bestanden van mijn eigen website. Je kan met behulp van FTP, oftewel Filezilla. FileZilla ziet er als volgende uit. Dat is dit programma. Gebruik ik redelijk vaak. En dat is eigenlijk om ja, connectie te krijgen met eender welke server ook maar. Ook weer moet je de houtnaam opzoeken. Gebruikersnaam, wachtwoord en poort. En je bent binnen. Dan ben je binnen op deze mappen. En kan je alles heel makkelijk omzetten. Ik zelf kan dit bijvoorbeeld ook doen. Dat noem ik eventjes gaan spreken, want ik weet niet of het opstaat, want mijn website wordt uh, gesponsord door iemand anders. Nee, ik heb daar geen toegang tot. Hij heeft er wel toegang tot, dus ik jammer genoeg niet. Maar dan met behulp van FileZilla kan je bestanden overzetten. Ook weer moet je met dat programma gaan aanmelden en dan kunnen we verder gaan. Heel kort, eventjes uitleg voor wie FileZilla niet kent, hoe dat je doet. Je vult dus je house van bovenaan, dat is weggehaald, gebruikersnaam, wachtwoord en de poort. Je klikt op snel verbinden. En eenmaal als je dit gaat doen, ik ga heel een nieuwe verbinding maken, want ik heb het al gedaan. Dan ga je hier rechts de website vinden. Dus dat is jouw hosting. Hier rechts is de hosting. Links in jouw bestanden. En bijvoorbeeld dit is nu de plugin. Dit is nu de hosting van Planet Note. Hetgeen wat ik hier kan doen, is in mijn plugins folder gaan. Hiervanonder zie je ook alle plugins in staan. En wat je gewoon kunt doen, is heel eenvoudig. Als ik nu een externe plugin heb. Dus ik zal eventjes een extra plugin er eventjes bij halen. Bijvoorbeeld, vandaag zijn we toch over Team Park bezig. Wat ik dan eigenlijk kan doen, is deze plugin nemen, letterlijk in onze plugins folder zetten. En deze gaat automatisch gaan starten. En hier zie je het, hier staat hij. Dus zo kan je heel makkelijk ook dingen verwijderen en erop gaan zetten. Dus zo werkt valzilla. Zo kan je de rest van mijn tutorials ook volgen. Hetgeen wat ik doe als ik het in een mapje sleep, moet je het gewoon in dat mapje slepen. Zo eenvoudig is het. Dus als je op je hosting bent aangemeld met FileZilla en je kan aan jouw bestanden, dan moet je gewoon eigenlijk in dit mapje of je gaat gewoon letterlijk naar de hosting zoals ik doe en dan kan je alles in dit mapje gaan slepen. Wat bedoel ik? Nu, wat ik eigenlijk bedoel is heel eenvoudig. Ik ga heel eventjes naar mijn downloads en we gaan naar het Teampak Panel SSH. Dus voor de mensen die het eventjes zijn vergeten, op je account Teampak Panel SSH.zip, die gaan we eventjes gaan openen. Als we deze gaan openen, die moeten we in ons bestandje gaan zetten. Waar onze server staat. op onze hosting moeten we die gaan zetten. Dit is mijn eigen hosting. Ik host alles met XAMP, Zodat ik ervoor kan zorgen dat ik alles lokaal kan doen en geen extra hosting moet bijkopen. Maar, dit zijn alle bestanden die erin staan. Gewoon vanaf onder de puntjes kopiëren en hierin slepen. Dit gaat vrij snel. Je ziet het, is rap gebeurd dit moet je net hetzelfde doen op je hosting. gewoon dit nemen en slepen of met FileZilla dit slepen en in FileZilla zetten en hij doet alles voor jou. dus dat moet je dat doen. ja dat is dit eigenlijk. vervolgens moeten we eventjes naar onze database. ik ga dat eventjes gaan openen met xamp, maar jullie gaan net hetzelfde te zien krijgen bij jullie hosting. Uh, jullie hosting gaat sowieso een ph PHP my admin hebben. Als je op jouw databank klikt en je hebt toegang tot je databank, ga je iets zoals dit krijgen. Maar meestal ga je rechtstreeks in jouw databank zitten en heb jij dit. Nu, dit gaat eigenlijk ervoor gaan zorgen. Of ja, dit gaat eigenlijk jouw hele databank zijn. En hier moet je een klein dingetje bij gaan nakijken. En ja, trouwens, je vraagt je misschien af, Jens, ja, hoe kom je dat er, dat er al tabellen in zitten, dat hebben, daar hebben de plugins voor gezorgd. Dus uh, dit kan eventueel wel problemen geven, dus mijn excuses. Misschien was het niet zo heel slim om dat op het begin te laten zien. Je kan deze best eigenlijk gewoon terug verwijderen, want die hebben we eigenlijk op dit moment niet nodig. Dus ik ga deze eventjes verwijderen. Oké, okay, dan allemaal maar apart. <laughs> Zo, kijk eens aan, die is verwijderd, want geen paniek. Straks gaan we dat allemaal te goed opzetten. We moeten eigenlijk vervolgens de rechten een beetje gaan nakijken. Dus ik ben op mijn databank. En als we naar rechten gaan, bij gebruikersaccount toevoegen. Normaal gezien ga je, dat niet, ga je dit niet mogen doen, maar je moet eigenlijk kijken bij je rechten als je wel de juiste rechten hebt. Normaal gezien, als je op een hosting bent, heb je die. Dan moet je dit allemaal niet doen. Maar eigenlijk hetgeen wat belangrijk is dat bij elke house het procent tegenstaat. staat. Dat is wel vrij belangrijk. Ik denk dat het standaard opstaat. Maar dat kan ik niet heel, eerlijk, ja, niet heel eerlijk zeggen. Nou. Laten we eens beginnen. Wat we moeten gaan doen is met behulp van Putty, Als je dat al hebt opgezet. Ik ga eventjes de shell openen bij mij. Gaan we verschillende commando's gaan moeten uitvoeren. Nu. Standaard gaat bij jouw putty al op de juiste map staan. Ik heb het eventjes op de juiste map gezet, dit hoeven jullie niet te doen. Standaard gaat jouw hosting dat al gaan doen. Wat we gaan doen is dit commando gaan uitvoeren: cp .env, .example .env Wat deze gaat doen is dit bestandje een kopie van noemen, van een kopie van nemen en het hernoemen naar .env. Klikken op enter, je ziet het, automatisch gedaan. Nu, Eventueel kan je dit commando gaan uitvoeren. Bij mij gaat hij een error geven omdat ik het programma niet heb. Nano.env gaat eigenlijk het bestand openen. Krijg je het niet open, moet je eventjes naar jouw hosting gaan en dit eventjes openen. Ik ga het eventjes met Notepad gaan openen. Hier gaan we instellingen moeten gaan aanpassen. We zien hier app URL en dan de store URL. Heb je een winkel? Ja, plaats hier de, de link in van de winkel en dan moet je ook de app URL Dit wordt gebruikt voor de mail server. Daar moet je namelijk heel eenvoudig jouw link gaan inzetten. Ik ben uh, mijn link weer al vergeten, ik, ik had dat echt beter op kunnen schrijven. Echt niet slim dat ik dat uh, niet heb gedaan. Maar ik moet namelijk deze link eventjes terug overkopiëren. Dus als we dat eventjes doen, kunnen we dat hier namelijk gaan inzetten. Let goed op: het is hoofdlettergevoelig, dus daar moet je mee opletten. En hier kan je je winkel bij zetten. Vervolgens moeten we de connectie met de databank, dat staat hier bij mij localhost, net dezelfde als we dat straks hebben gedaan, moet je ook weer hier al deze bestanden, al deze waarden gaan invullen. Dus dat gaan we eventjes gaan doen. Hoppa, ik ga dat. Oh, dat is geen goed idee. We gaan dat weer allemaal daar gaan inzetten. Dus database naam, gebruikersnaam en wachtwoord. En vervolgens, voor de mensen die een mailserver hebben, die moeten bij hun hosting al deze gegevens gaan ophalen. Hoe je dat kunt doen, dat kan je bijvoorbeeld bij jouw eigen hosting Bij mij staat hier e-mail, dus ik klik er eventjes op. Nu bij jullie gaat een deel weggehaald zijn. Nu, ik weet niet bij mijn eigen als ik een fatsoenlijke mailserver heb. Maar normaal gezien ga je dan ook gegevens gaan zien bij bijvoorbeeld technische informatie. In mijn geval. En dan moet je bijvoorbeeld jouw poort meegeven, je gebruikersnaam, wachtwoord enzovoort enzovoort. Kan je ook weer navragen bij je eigen hosting. Dus die gegevens ga je invullen. Ik zelf ga dit eventjes niet doen. Omdat ik dit niet heb, heeft jouw mailserver geen encryptie, encryptie. Haal deze weg. Doe dat op weg. En sla dat dan vervolgens op. Dit kunnen we opslaan. Je hebt je URL aangepast, die URL heb je ook aangepast. Je hebt je databank aangepast. Opslaan en sluiten. Vervolgens kom je terug naar jouw shell. En hier moeten we eigenlijk iets gaan doen. We gaan hiervoor hier gaan zorgen dat we nu eigenlijk de hele databank gaan installeren. Dus we gaan eerst eventjes iets. Uh, Gaan opstarten, zodat we de databank kunnen opstarten. Dit gaat ook allemaal onderaan bijkomen. Dat is Composer Install no dev. Deze gaat Composer installeren. Composer is een extern programma die wordt gebruikt bij PHP. We klikken hierop en we gaan het even laten doen. En uh, ja, hammer een kleine, kleine espresso of zo. Zo, we zijn in dertigtal secondjes verder, dus dat viel heel goed mee. En vervolgens moeten we nu eventjes een, een sleutel gaan genereren. Om dan vervolgens de databank te kunnen gaan genereren. Een sleutel genereren doen we als volgende met PHP Artisan Key Generate. We klikken hierop, sleutel is gemaakt. En vervolgens moeten we de databank gaan binnenhalen. En dat doen we met behulp van PHP Artisan Migrate. We klikken hierop, dit genereert alles. Heb je jouw databank daar straks niet leeg gemaakt, ga je errors krijgen. Lees die arrow, vertaal eventueel met Google Translate en haal, bepaalde, of haal gewoon jouw hele databank leeg. Maar als we de databank gaan bekijken, inderdaad, kijk eens aan, allemaal tabellen die automatisch zijn ingevuld. Als je dit wilt zien met behulp van PHP MyAdmin, dan ziet het er als volgende uit. Heel eenvoudig, dit moet er allemaal in staan. En dan klopt dat, alles is ingevuld, jouw databank is klaar. Dit schermpje kan je sluiten, je kan, putty, kan je volledig dicht doen, heb je niet meer nodig. Maar um, we gaan nog wat dingen moeten doen. Het gaat nog altijd niet volledig werken, het paneel. Want vanwege veiligheid staan alle bestanden niet in het hoofdmapje. Dat is uit veiligheid gedaan, want anders kan iedereen gewoon een commando uitvoeren en zijn ze direct bij de bestanden. Dat willen we namelijk niet. Dus daarom moeten we een extra bestand gaan aanmaken die de juiste link naar de juiste mappen doet. Hoe dat we dat doen is heel eenvoudig. Ga in je hoofdmap. Ga daar een nieuw bestandje aanmaken. Je kan dat ook heel eenvoudig met Filezilla doen. Doe bij Filezilla een nieuw bestandje. Dit bestandje maakt niet uit welke naam. Maar je gaat er wel dit moeten gaan inzetten. Nou, dat is dit. Um, dit is eigenlijk een, een code dat ervoor gaat zorgen dat als je op de website komt, je automatisch naar deze link wordt gestuurd. En dat is naar deze map. Want daar staan alle bestanden in. Dit mapje moeten we gaan opslaan als het volgende. Dat gaan we eventjes gaan opslaan als deze naam. Dat is heel belangrijk. .htaccess Trouwens, alles staat hieronder ook als linkje. Of ja, als dingen, informatie in de beschrijving. .htaccess Je klikt op opslaan. Dat andere bestandje kunnen we terug wegdoen. En hier ga je te zien krijgen dat dit mapje, er, of dit bestandje, er is bij toegevoegd met .htaccess bestand. Oké. Okay. We zijn klaar. We kunnen eindelijk naar het portaal gaan. Dus we gaan eventjes naar het portaal. Dus ik ga naar onze TBG Team Park. En als we dat doen, jawel. Kijk eens aan het paneel werkt. We zijn binnengekomen. Maar we moeten een account maken. Dus we klikken hier op Register One username is bijvoorbeeld dat, dat is mijn e-mail en het wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn dus ik neem het meest simpelste wachtwoord wat je ooit kunt bedenken en je klikt op registreer Ah, oh, een fout! Ja, dat had ik verwacht uh, Voor de mensen die de mailserver juist hebben ingesteld krijgen dit niet Ik krijg dit omdat ik geen mailserver heb, dus geen paniek Dit is alleen van mij <laughs> Dit gaan jullie niet gaan krijgen als jouw mailserver juist is ingesteld nu, vanwege dat dit zo is, ga ik mijn eigen wel eventjes toegang moeten geven. Uh, dit gaan jullie normaal gezien nooit moeten doen. Um, ik ga mij heel eventjes als een admin maken en is root. De admin en root kan wel zijn dat je dat in de databank moet gaan aanpassen. Ga eventjes naar phpMyAdmin. Nogmaals, op jouw eigen hosting kan je naar phpMyAdmin gaan. Je klikt hier op Users. Dan zie je namelijk jouw gebruiker... Klik hier op wijzigen en dan kan je hier de nullen veranderen naar een 1. Omdat jij de echte owner bent, zet de is admin op 1 en dan is dat klaar. Vervolgens kunnen we ons gaan aanmelden met onze naam en ons wachtwoord. Login en tada! het basispaneel is geïnstalleerd met behulp van SSH. Moest je een fout krijgen, een foutmelding van bijvoorbeeld deze tabel is niet gevonden. Bijvoorbeeld van, uh, ja, een foutmelding als je hier op Attraction Status klikt. Geen paniek. Wat je dan doet, omdat we daar straks de tabel hebben verwijderd, die de server heeft aangemaakt. Herstart je server. En dan werkt alles. Herstart je server. Je ziet bij Attraction Status, staat de statusen. Bij Admin krijgen we alle gegevens, attracties, regio's. We kunnen mensen gaan regelen, we kunnen shows regelen. Enzovoort en zo verder. En ja, eigenlijk heb je nu het volledig paneel werkend op het extended gedeelte na. Dus ja, nu dat we dat hebben gedaan, weten we dat dat werkt. En ja, dan kunnen we eigenlijk overgaan naar het extended gedeelte. Oké, okay, ik ben nu terecht gekomen bij de mensen die geen SSH hebben. De mensen die dus ook, of de mensen die het niet weten als ze SSH hebben, kunnen dit gedeelte gaan volgen. Voor de mensen die alles hebben gevolgd met SSH, die kunnen nu gaan skippen naar het extended gedeelte. Ook weer de tijdnotatie staat hieronder in de beschrijving. Maar voor de mensen die geen SSH hebben of gewoon niet weten wat het is, kunnen dit volgen. Oké. Okay. Wat we als eerst moeten doen, is eventjes naar de database gaan van jouw hosting. En de database structuur kan er als volgende uitzien. Dat is ja, niet al deze mapjes, maar normaal gezien ga je maar één mapje te zien krijgen met phpMyAdmin. Nu, we gaan een klein dingetje moeten gaan bekijken. Normaal hoef je dit helemaal niet te doen. Normaal gezien geven hostings jouw rechten op die databank. Dus dat moet je normaal niet doen. Dan bij jouw rechten zou je toch af en toe eens moeten gaan nakijken als deze bepaalde rechten heeft, Zodat dus hij databellen kan bekijken en dingen kan insteken, kan selecteren. Maar de meeste gebruikers zouden wel een procentteken moeten hebben, zodat alles van buitenaf ook, of ja, zodat de data, er, ja, zodat gewoon dat het portaal er aan kan. Dus dat zou je eigenlijk eventjes kort moeten gaan nakijken. Normaal hoef je dit niet te doen, dus dit zou je eigenlijk eventueel kunnen skippen. Nu, nu dat we dit hebben gedaan, moeten we de databank gaan importeren. Ja, oh, wat, uh, yeah, wat is dat? Hoe moeten we dat gaan doen? Ik leg het jullie allemaal heel makkelijk uit. Je gaat terug naar je account en wat je doet is als volgende: 10Panel SQL-file en ik gok ook dat je de 10Panel SQL-update-file moet afhalen. Deze twee open je, dus die gaan we eventjes gaan openen. Dat is de update, dus die ga ik heel eventjes naar hier slepen. En dat is namelijk de SQL gewoon. Deze twee bestandjes kan je eventueel ergens opzetten. Dus die zet je bijvoorbeeld op je bureaublad en dan kunnen we daar makkelijker aan. Dus ik ga dat heel eventjes ook doen. Ik heb ze heel eventjes in mijn downloadmap gezet. Zoals je ziet, TeamPark Panel SQL en TeamPark Panel Update. En hetgeen wat we gaan doen is we gaan naar onze databank en we klikken hier op importeren. Je klikt erop bestand kiezen. Je gaat jouw bestand gaan zoeken. Bij mij is dat, hallo, is dat deze. Teampack Panel SQL, dubbelklik en klik op starten. Laat het doen. Hoppa, we gaan eventjes doorscrollen. Klopt er iets niet? Klopt er wel iets? Klopt er wel iets? Jawel, alles klopt. We gaan ook kort toch nog eventjes opnieuw op importeren klikken. En we gaan ook eventjes die, die andere, de Teampack Panel Updater ophalen. En ook eventjes starten. Oké, okay, dat is maar één tabelletje wat hij update. Dat is namelijk seeds. Oké. Okay. Dat is klaar. Eén ding, herlaat je server, want als je databank nog leeg is of, of moesten er al tabellen staan, die kan je eventueel laten staan. Of je verwijdert ze, je maakt die leeg, maar je kan deze laten staan. Stond er nog niks? Herlaat je server en dan, als we terug naar de databank gaan komen en we herladen dit. Dan ga je dus te zien krijgen, ja, dat, dat, dat klopt, dat er veel meer tabellen staan. Deze tabellen heb je allemaal nodig. Die moeten daar staan. En alles is geïmporteerd. Dat is klaar. Je bent daar klaar mee. Gewoon dat kan je al wegdoen. Nu komt er iets moeilijker. Je gaat nu connectie moeten gaan maken met jouw hosting. eigen hosting. Dat is deze namelijk, heeft hier bestanden en beveiliging een file manager. Hier kan ik heel makkelijk al mijn bestanden inslepen. Dus alle bestanden die we service nodig hebben, kan ik gewoon letterlijk hier inslepen. Sommige servers of hostings laten jou dat niet toe en daarvoor heb je FileZilla nodig. Met behulp van FileZilla moet je de gebruikersnaam, wachtwoord en poort opvragen. Die vind je namelijk heel makkelijk op je hosting of via Planet Note kan je dat ook doen. Dat is namelijk een, een hele fijne hosting aan onze hoofdsponsor van het YouTube kanaal. En daar kan je namelijk deze gegevens gaan vinden. Die vul je in en dan kom je op dezelfde map als hier. Heel kort eventjes uitleg voor wie FileZilla niet kent, hoe dat je doet. Je vult dus je host van bovenaan, dat is weggehaald. Gebruikersnaam, wachtwoord en de poort. Je klikt op snel verbinden. En eenmaal als je dit gaat doen, ik ga helemaal eventjes een nieuwe verbinding maken, want ik heb het al gedaan. Dan ga je hier rechts de website vinden. Dus dat is je hosting. Hier rechts is de hosting, links in jouw bestanden. En bijvoorbeeld, dit is nu de plugin, dit is nu de hosting van Planet Note. Hetgeen wat ik hier kan doen is in mijn plugins folder gaan. Hiervanonder zie je ook alle plugins in staan. En wat je gewoon kunt doen is heel eenvoudig. Als ik nu een externe plugin heb, dus ik zal eventjes een extra plugin er eventjes bij halen. Bijvoorbeeld, vandaag zijn we toch over Park bezig. Wat ik dan eigenlijk kan doen is deze plugin nemen, letterlijk in onze plugins folder zetten. En deze gaat automatisch gaan starten. En hier zie je het, hier staat hij. Dus zo kan je heel makkelijk ook dingen verwijderen en erop gaan zetten. Dus zo werkt Valzilla. Zo kan je de rest van mijn tutorials ook volgen. Hetgeen wat ik doe als ik het in een mapje sleept, moet je het gewoon in dat mapje slepen. Zo eenvoudig is het. Nu, we gaan dus bestanden hier moeten gaan inzetten. Welke bestanden? Je gaat terug naar deze website. Die hebben we er straks afgehaald. Teampackpanel non-ssh-zip. Deze downloadje en die gaan we vervolgens gaan openen. Dus ik ga heel eventjes naar mijn downloads en die staat hier namelijk tussen Pack Panel Non SSH. Dat gaat een mapje zijn dat er zo uitziet. Heel veel bestanden. Deze moet je bij je hosting inslepen of met FileZilla daar gaan neerzetten. Nu ik host alles op mijn eigen computer, dus ik ga het eventjes hier in mijn mapje slepen. Dit gaat eventjes duren. Dus halen uh, hallo een koffie. Wow, het gaat vrij snel, maar een, een, een snelle koffie. <laughs> en als dat klaar is, dan heb je al deze bestanden overgezet en dit kan je sluiten. Dit zijn alle bestanden die je nodig hebt om het portaal te laten werken. Maar dit gaat nog niet volledig werken. We gaan dit bestandje moeten kopiëren. Rechtermuisknop kopiëren. Rechtermuisknop plakken. En je gaat dit gaan hernoemen. Rechtermuisknop wijzigen naar dit allemaalweg.env. Ja. Dit is nu een Env-bestand geworden in plaats van Example. Je gaat dit bestandje gaan openen. Je kan het allemaal op dezelfde manier doen als op jouw hosting, maar natuurlijk niet met Notepad zoals ik heb. Dit bestandje bevat ja, precies allemaal gekke dingetjes en je vraagt je misschien af wat het allemaal is. Geen paniek. Wat we moeten aanpassen is de app-URL. Dat is de URL naar jouw mailclient, of ja, dat is gewoon jou, jouw basis-URL van jouw website. Mijn website die staat namelijk op mijn eigen hosting, dus dat ga ik heel eventjes gaan overkopiëren, want dat is namelijk niet hetzelfde als dit hier. Dat is deze. En die website naam, dat kan bijvoorbeeld iets zijn zoals dit. We gaan eventjes gaan kijken, zoals TheBelgiumGames.be, mijn eigen website. Dat gaat die naam zijn op jouw hosting. Dus dat gaan we eventjes gaan hernoemen. Dat is dat geworden. Let op, het is hoofdlettergevoelig, heel belangrijk. Heb je een store of een winkel? Zet dan gewoon de link van de winkel naar hier. Vervolgens moeten we de database link gaan doen. Opnieuw ga je je database locatie gaan opzoeken. En dan doen we het database, gaan we de naamgeving gaan opgeven van onze database. Dat is bij mij deze naam. En vervolgens ga je hier ook jouw gebruiker meegeven. En ook natuurlijk het wachtwoord. En dat zou er zoiets als dit moeten uitzien. Vervolgens moeten we onze mailgegevens gaan opgeven. De meeste hostings, zoals bijvoorbeeld mijn hosting, die hebben dat. Bijvoorbeeld hierboven staat e-mailadres en aliasen. En als je daar naartoe gaat, krijg je veel meer informatie. En wat je daar moet gaan doen, is eigenlijk informatie gaan zoeken, zoals de host, de poort, jouw gebruikersnaam en wachtwoord. En dit zijn gewoon letterlijk e-mailadressen die je zelf meegeeft. Dat is, zijn extra gegevens voor de e-mail. Heeft jouw hosting geen encryptie op e-mails? Laat dit dan leeg. Gewoon verwijderen. Ik ga het eventjes leeg laten omdat ik zelf op mijn eigen hosting dit helemaal niet heb. Dus ik ga het eventjes leeg halen, maar je hebt het wel nodig. Dus dit moet je allemaal invullen. Als je dit hebt opgeslagen, gewoon opslaan, kan je dat sluiten op jouw hosting en vervolgens kunnen we verder gaan. Om veiligheidsredenen kan je niet zomaar op, de, op deze. Uh, Paneel, want alle bestanden zitten voor veiligheidsredenen niet in het hoofdmapje. Dus daarom moeten wij een link gaan leggen naar dat bestand. Hoe we dat doen is heel eenvoudig. Je maakt een nieuw bestand aan bij je hosting kan je dat heel makkelijk doen je kan bijvoorbeeld bij, ja bij mij is dat een file manager, ik kan hier letterlijk gewoon uploaden of nieuw. Hier gewoon nieuw, nieuw tekstbestand als ik dit doe, kan ik gewoon een nieuw tekstbestandje aanmaken en dat kan ik de naam geven, punt htaccess, heel belangrijk, oh ja natuurlijk, de punt moet er wel voor staan, .htaccess, ik mag dit wel nu eventjes niet gaan doen, want ik heb hier ene zitten en als ik dit ga doen, blokkeert mijn hele website, dus ik ga dat heel eventjes niet gaan doen, maar dat mag ik natuurlijk verwijderen, maar je maakt dus een nieuw bestand aan met de naam .htaccess, zoals, ik ben hem kwijt. Dus hier, .htaccess, zo maak je die namelijk ook aan. Dus we gaan er een nieuw mapje aan maken, nieuw bestand, maar ik ga dat zo dadelijk gaan hernoemen. En hetgeen wat we hierin doen, is dit. Dit gaan we hierin inzetten, en we gaan dat gaan opslaan als die .htaccess, op jouw hosting dan natuurlijk, Heel belangrijk dat je de punt niet vergeet. Opslaan, dat bestand is opgeslagen en het komt hierbij. En het andere dat kan ik verwijderen. Eigenlijk is het al klaar. We kunnen dit al gaan starten. Dus we kunnen een keertje op onze website gaan. We gaan dus naar onze website. Let op, het is hoofdlettergevoelig. We klikken erop en het antwoord is: Jawel, het waarheid. Kijk eens aan, we zijn terechtgekomen op de website. Maar we moeten nog een account maken. Dus we gaan hier op Register One klikken. Geef jouw gebruikersnaam op, jouw e-mail. Je wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn. En we klikken op register, maar. Hij geeft een fout. Dat klopt. Uh, dit is voor mij. Dit gaat voor jullie niet zijn. Dat komt omdat ik geen e-mail heb. Ik heb geen e-mail account. Ik heb geen e-mail hosting. Dus uh, daarom geeft hij dat, dat, uh, dat die fout. Maar, als we naar onze database gaan. Naar, naar bijvoorbeeld die phpMyAdmin. Dan krijgen we eigenlijk dit: uh, phpMyAdmin. Dan kan je naar de users gaan. En dan zou je normaal gezien jouw eigen erin moeten zien. Je klikt op wijzigen. En hetgeen wat je best doet, is eigenlijk het volgende. Dat is dat je je is-Admin en is goed op 1 zet. En je doet dan op starten. En dat is opgeslagen. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk vanaf nu dat je dus een admin bent die overal aan kan op het portaal. Ik ga heel eventjes hier nog een ding aanpassen. Normaal gezien als je e-mail hebt geverifieerd, wordt het automatisch ingevuld. Ik heb nog nogmaals geen e-mail hosting. We kunnen gaan aanmelden met ons naam en onze. Wachtwoord en. Tadaa! Alles werkt. Attractie menu staat er. We kunnen naar ons admin paneel gaan, berichten, users gaan managen. Kan allemaal. Jens, ik heb het extended paneel gekocht. Hoe moet ik dat nu installeren? Hoe kan ik dit krijgen? Eigenlijk is dat niet moeilijk. Wat je moet doen is op jouw account bij SB Development is deze afhalen. Team Park Panel Plus. We hadden dat op het heel begin al gedaan. Dus we gaan ook te zien krijgen dat hier Teampack Panel Plus staat. Hier staat heel weinig in. Drie mapjes. Dat is ook het enige wat we nodig hebben. Dus eigenlijk bij hetgeen wat we daar straks hebben aangemaakt, ons volledig paneel. Wat je moet doen, is letterlijk dit erin slepen en loslaten. En jawel, vervangen. Je vervangt dat opgeslagen. Klaar Tom, klaar. Heel simpel. Weg. Nou, ja, het is nog niet helemaal klaar. Ik heb gelogen. Het is niet helemaal klaar. Want we moeten eigenlijk nog een paar dingetjes doen. We gaan hier naar het mapje roots en we doen de web.php open. Ook weer in jouw eigen webhosting kan je dat op die manier doen of met FileZilla. FileZilla kan je wel laten openen met Notepad++ dus dat is wel heel handig. Als je dit bestandje hebt geopend, ga je volledig naar onder. En hier ga je het volgende bijzetten. Dat is dit de Panel Plus. Dit is de link naar het nieuwe gedeelte wat we hebben toegevoegd. Je voegt dat toe en je slaat dat op. En je kan het sluiten. Kijk eens aan, heel makkelijk. Vervolgens ga je hier uit en gaan we naar de .env file. Open deze ook weer met FileZilla of op je hosting. Of met Notepad++ zoals mij met behulp van FileZilla. En hier gaan we eigenlijk hetzelfde doen. Helemaal op de bodem van hieronder gaan we het volgende gaan toevoegen. Ctrl ID, Change Me. Haha, die Change Me moet aangepast worden naar iets wat we op voorhand hebben opgegeven in onze pluginsmap bij de Teampack Connector Settings. Weet je nog heel goed de naam van daar straks? Aha, het ID, TBG Team. Kopieer deze en zet die daar. Ik heb deze gekopieerd. Ctrl ID, Change Me, TBG Team en opslaan. En dit kan ook weer dicht. Dus als we dat hebben gedaan, mag ik heel eventjes spieken wat we nog moeten doen. Ah ja, inderdaad. We hadden de settings kunnen openlaten van de teampark Park Connector, want er moet iets aangepast worden. Deze link klopt niet. Dit gaat niet werken, want hier staat Tebige teampark. Park en die panel hier tussen mag weg. Panel slash haal je weg en het moet Control Attraction Pin zijn. Je slaat het op en dat is klaar. Oh ja, vergeet jouw licentie niet, ik haal deze telkens weg voor de veiligheid, zodat jullie het niet kunnen kopiëren. Jens, ik wilde testen. Ja, dat is niet zo heel makkelijk. Je kan dat, ja, het is wel makkelijk, maar je moet daarvoor naar je server. Dus je gaat naar Minecraft. Eindelijk, we kunnen naar Minecraft. We gaan hier op multiplayer naar onze server zelf. En dan moeten we iets gaan doen. We moeten een bordje gaan typen. Het bordje gaan jullie direct te zien gaan krijgen. Dit bordje moeten we gaan maken. Hoe dat je dat maakt, ja... Heel eenvoudig. Je zet het bordje neer. Vervolgens doen we Park Control. Let goed op, het is nog altijd hoofdlettergevoelig, ook al hadden ze het vroeger gezegd dat het ging aangepast worden. En ik geef white 1 mee. Waarom white 1? Als we Team Park gaan openen zie je dat alleen maar Ride 1 hier is toegevoegd. Wil je alles kennen? Wil je het hele paneel kennen? Wil je dit menu kennen? Wil je het extra paneel kennen? Bekijk al mijn andere video's, want dit gaat anders veel te lang worden. Dus daarom dat ik het Ride 1 heb genoemd. Rechter op het bordje, klik hier. To go to the panel. Klik hier. Yes. En ik heb de server niet herladen. <laughs> je moet natuurlijk als je aanpassingen doet, de server herladen. Dus reload. Wel het liefst je server stoppen en herstarten. Je klikt op de link. Er mag geen panel tussen staan. Yes. Tada. We kunnen vanaf nu deze achtbaan bedienen vanuit dit paneel. Wil je weten hoe het paneel werkt? Kijk naar de link hieronder in de beschrijving. Kort, er zijn wel een paar aanpassingen geweest op dit nieuw paneel. Dat is namelijk bij, oh, bij Profile moet ik zitten, niet bij Admin. Profile is eigenlijk iets aangepast bij Security volgens mij. Daar is vanaf nu 2 Factorization Code toegevoegd. Dus 2 FA's gaan toegevoegd. En vervolgens is er ook nog sessie management bij toegevoegd. Dus, dit zijn eigenlijk alle sessies die je kunt bijhouden. wie er aangemeld is geweest op jouw account. Dus, dat is er aan toegevoegd, dus vanaf nu is het nog betere beveiliging. Wil je weten hoe al de rest werkt? Dan raad ik deze video aan: Teampak Status Menu. Volledige uitleg van het Teampak Status. Wil je het gewoon paneel kennen? Raad ik aan om ergens vanaf, ja, ik denk vanaf de 15 -tal minuten. Of niet, het is zelfs al verder, denk ik. Ik zal het de juiste tijd er zetten, vanaf voorbij het midden van de video te kijken. Wil je gewoon de aparte 10-pak panel plugin hebben, kan je deze video bekijken. Wil je het paneel kennen van dit, hier heb ik normaal gezien vanaf... We gaan eventjes vlug kijken. Ja, het is precies vanaf vrij ver. Vanaf rond de twintigtal minuten wordt het panel hierin uitgelegd. Amai... Ik ben een uur en 10 minuten bezig geweest voor deze video op te nemen. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. liever dan zeker en vast. We gaan even switchen. Dat duimpje omhoog te doen. Raak een keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat belletje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie. Wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei.